Yo kijkers van Everyday Some Gameplay en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Tech It. Wat gaan we vandaag doen? Het is een beetje een regenachtige dag in ons mooie fort, om het zo maar te zeggen. En wat gaan we vandaag doen? Volgens mij, de vorige keer heb ik jullie nog niet laten zien wat ik allemaal bijgebouwd heb. Wat ik nou echt heb bijgebouwd is eigenlijk niet zoveel. Ik heb het huisje mooi gemaakt, het is gewoon nog zilte hout. Zoals jullie hier kunnen zien, een infinite water pool dingetje. Ik heb hier al was ik bezig, of dat, even kijken, wat had ik daar? Oh ja, dat ging ik uitbreiden, zeg maar. Maar ik wou eigenlijk, wou ik dat doen met hout. Zeg maar een soort van een slaapkamer ding maken. Ja, weet je, nu span ik de hele tijd terug op de span. Ook al is de span niet heel ver weg hier. Toch blijft het wel vervelend. Ik haal wel even heel veel kool nu. En dat is echt puur en alleen omdat, ja, je hebt gewoon heel veel kool in Tech It nodig. Weet je, je wil je armor maken, je moet mineralen smelten, dit, dat. Dus ik neem het kool gewoon mee. Ik heb nu 18, maar ik dacht eigenlijk dat ik meer had. Toch neem ik ook nog wat steen mee. En dat is dan zodat ik het gewoon nu af kan sluiten. En als ik dan straks hout kan halen, weet je, als het niet donker meer is. Als het weer dag is, dan kan ik weer even steen halen. En ja, dan kunnen we eindelijk weer verder. Het is al een tijdje geleden dat wij weer Tech It hebben gespeeld. Het was weer een tijdje geleden voordat er een video weer online kwam. Ik hoop weer dat veel van jullie terug zijn. Nou ja, het was natuurlijk erg gezellig voordat ik wegging. En ja, als jullie nog niet, als jullie niet weten waarom ik weg was, dan moet je even de video kijken die online staat. Ja, over waarom ik weg was. Ja, die is nu online. Staat online. Dus ja, dan moet je die even kijken, want anders moet ik het nu nog een keer gaan uitleggen. Terwijl jullie ook gewoon even simpel de video kunnen kijken. Even kijken, hier naar boven, dan kom ik in mijn huis. Voor zover je het een huis kan noemen. En dit wil ik eigenlijk, voor zover het lukt. Ik heb ook al mijn iron armor gemaakt voor mezelf. Dat dacht ik al. Ik heb bij voor mezelf heb ik ook nog, oh god. Jabba jabba joe. Nee. Voor mezelf heb ik ook nog wat iron equipment gemaakt. Dat werkt toch even wat fijner. En dan gaan we hier dit weghalen. Die durf hier niet even. Maar staat eigenlijk boven me gewoon een skeleton. Dit doe ik even tijdelijk zo weg. Zo, helemaal geweldig. Dan hak ik dit uit. En als ik dat eenmaal heb uitgehakt, kunnen we de vloer maken van dit witte spul. Dan zullen jullie misschien wel denken van, ja, waarom doe je dat nou met dat witte spul, Damien? En niet gewoon met hout, dat is toch veel mooier? Ja, maar ja, weet je, als ik hout kon krijgen, dan had ik het nu al langer gedaan. En dan denken jullie, ja, dat is misschien wel slim, Damien. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is ook wel slim. Maar ik vind het toch wel er mooi uitzien, ook al is het echt vet scheef, want dit zijn er drie en dit ga ik aanpassen, anders wordt het echt lelijk. Zo. Ik kom nu iets in mijn rug, dat weet ik zeker, 100%. Zie je? La, creepers in de back. Ik doe gewoon even zo, dit zo heel slechtmakend dicht. Is dat een woord, slechtmakend dicht? Jezus. Echt, ik ben zo goed in spelling de laatste tijd. Ik doe dit trouwens even. Met steen. Weer zo. Kijk, is prachtig. En dan ga ik eigenlijk op zoek naar een bed, wil ik. Want wat had ik nou eigenlijk hier nog in de kist? Daar had ik wat iron, wat tin, emeralds nog, nickelite, nog wat troepjes en dingetjes en frutseltjes. Dit stoppen we er in ieder geval in. En ik wil eigenlijk, dit wil ik wel nog mee. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg. Dit kan weg, dit kan weg, dit kan weg, dit kan ik eten, oké. Dit kan dan ook wel weg, dit kan weg, dit kan weg. Ik ga even op onderzoek uit, om het zo maar te zeggen. Ik ga even die beesten killen daar. Een girl sugarcane wil ik eigenlijk verbouwen. Oh jeetje, jokie, oh shit, oh my god, oh my lord, oh my days, oh my fucking lordy days, dinges. The fuck was dat dan? Oh jezus. Zo, dat was alles. Maar, dankzij
De explosie ben ik wel hier achter gekomen. Is hier voor de rest nog iets leuks? Paddo's, kool. Ja, ik heb wel fucking veel kool. Eigenlijk heb ik gewoon kool niet meer nodig. Kool, I don't need you anymore. Nee, maar even serieus. Ik wil dus Deckard gaan doen op een vaste dag. En ik denk dat die dag... dat die dag een maandag wordt. Dat ik daar vroeg uit ben. Dan kan ik veel video's maken. Klinkt logisch. Ik vind die gaten die creepers maken echt bloedje irritant. Ik ga eventjes hier al een shitload aan aarde vandaan zien te krijgen. En nu ga ik even heel veel hout hakken. Daarna wil ik eten halen. Dus ja, we moeten natuurlijk wel zien te overleven. En daarna moeten jullie eigenlijk zien te uit te leggen. Want dat was natuurlijk de hele opzet van deze serie. Wat ik nou... Heb je daar weer een creeper? God, ik word een beetje klaar mee met die kutbeesten. En daarna kunnen jullie zeggen van ja, je moet dit en dit bouwen met dit en dit. En dan moet je proberen de recipe uit te leggen. Niet van hier is een link, kijk hier maar op. Hier staat het. Nee, dat is te makkelijk voor mij. Ik wil het moeilijk doen, dus we gaan het moeilijk doen. Ik neem als allereerste een heel veel hout mee. En we hebben trouwens ook nog een schaap nodig. Schaap voor wol natuurlijk, zodat ik een bed kan maken. En de hout, ja, voor houten equipment. Houten equipment, echt zo slim ben jij, Damien? Ja, dacht ik al. Nee, voor equipment natuurlijk. Eigenlijk lijkt een hele ondergrondse basis me bouwen ook wel vet. Ik weet niet of dat kan. Want je hebt zonlicht en zo nodig voor sommige dingen, weet ik. Dat zelfs, dat weet ik nog. Maar waar, oh, waar, oh, waar zijn de dingen? Ik krijg nou hier een lekspijk. Zal hier dan iets zitten of zo? I don't know. Goed. Waar, oh, waar kan ik dat vinden? Hier een kip. Dat wist ik wel. Dat was de vorige keer, stond hier volgens mij ook vet veel kippen. Niet dat ik er wat aan heb. Ja. Oh, dit was het. Dit was die hele diepe mijn. En eigenlijk... wil ik die best wel eventjes gaan onderzoeken. Wat ik ga doen is, ik ga hier denk ik een gat graven. Nou, dat lijkt me niet heel verstandig. Hier denk ik een gat graven. Zo. En dan hier naar beneden graven, een soort van. Denk ik. Ja, dat kan nog wel even, toch? Zo. Oh my god, dat was een stukje. Shit, dat werd geraakt. Goed, ik zit in mezelf te denken van wat is de veiligste manier om naar beneden te komen? Maar ja, die is natuurlijk niet, want ja, je valt gewoon een halve meter naar beneden en that's it. Dit zijn een soort van smaragd volgens mij. En daarmee kon je, als ik het goed heb. Dat is hetzelfde als diamond, maar gaat dan sneller stuk. Zoiets. Ik hoor een zombie. Oh, die zit erboven. Oké, nou blijf jij lekker daarboven staan, joh. Dan haal ik even al dit spul weg. Ik weet geen eens wat je eraan hebt. Ah, het zit in mijn... Rot nou eens op! Jezus, ben je toch klaar mee, jongen? Gezeik de hele tijd met die kutbeesten. Er zit weer een skeleton. Oh nee, niet, hier zit water. Ik wil zeggen, ik hoor alweer pijlen van een skeleton. Gravel, wat natuurlijk weer moeimakend wordt. Maar wat is dit eigenlijk? Dit is oranje steen. Dit is nedersteen. Vanaf nu is dit nedersteen. Ja, waarom eigenlijk? Wat is het? Het is koper. Koper kan je smelten en daar kan je kabels van maken, weet ik. Maar ja, wat kan je... Oh, shit. Oh, lordy, dordy, hordy. Weer een spin. Ja, we kunnen van jou een boog maken. En van je broertje. Ah, we gaan wel steeds dieper, maar we hebben wel nog steeds geen eten. Ik weet niet of dat slim is. Ik regen natuurlijk nu niks. Eigenlijk wil ik wel graag wat diamonds of zo vinden. Omdat, ja, dat is gewoon simpelweg het beste wat ik weet. Zelf. Eerst deze kutjes leren allemaal afslachten.
Oh, daar gooi ik het oranje steen weg. Ga weg, jongen. Get off me. Ga weg. Goed zo, dank je. Regen ik nu ook nog wat? Dank je. Oké, daar gaat het me eigenlijk om. Dit is een nedersteen. Daar heb ik nog wel wat van mee. Misschien is het belangrijk. Misschien is het echt vet belangrijk steen, weet je wel. Dat jullie nu zeggen van, dat had je mee moeten nemen. En wat ben je stom. Je laat het nedersteen achter. En dit en dat. Dit is allemaal nog steeds zilver, neem ik aan. Dit is nog steeds nedersteen. Dit is iron. Of gold, weet ik veel wat het is. Ik kan het allemaal gebruiken. Het ziet er leuk uit. Vervolgens hebben wij hier alleen nog maar kool en nedersteen. Daar heb ik niet zoveel aan, dat heb ik allemaal. Dit is wel een mooie mijn. Ik vond helder waar die mijn zit. Daar hebben we weer een vervelende skeleton. Volgens mij ben ik hier al een keer geweest. Ik weet het niet. Het is allemaal zilver. Dit is groene nedersteen, precies. Dit is welk land is groen? Groen is Ierland of zo, I think. Dit is weer nedersteen, ja, wat heb ik daar aan, zou je denken? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet wat nedersteen is. Hé, dat is een goeie. God, waarom kom ik niet uit deze mijn? Oh, ja hoor, daar hebben we alweer de... Fuck, je lijkt wel een bot uit Call of Duty. Die dingen hebben ook zo'n auto heen. Nedersteen, nedersteen. Oh shit, oh my lord, oh my days, oh my allemaal zilver. Nog meer zilver. Nog meer zilver. Eigenlijk weer even terug naar de weg terug naar boven. Oh. Wat eten. Oh, fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou. Dankjewel. Even de weg een beetje terug naar boven zien te vinden. God. Om de simpele reden dat ik dan boven eten kan halen. Maar ja, hoe ga je dit doen dan? Gewoon schuipen voor je leven, ja. Nou, gewoon genoeg kreffel hebben. Kan ik gewoon naar boven halen. Hoop dat geen lava boven me zit. Dat voelt me echt kut. Maar we komen al ergens. Ja. Bijna, denk ik. Ik hoop het. Waarom doe ik dit met mijn pickaxe? Dat weet ik ook niet. Oh, we komen nu in een ander gebiedje uit ofzo. Oh, daar hebben we weer zo'n ding. Mwah. Jongen, zo, dank je. Ik had ook gewoon zo kunnen lopen, ja. Waarom kan ik niet gewoon... Oh, daar is vrijheid, oké. Okay. Fucking chill. Even hier naar boven klimmen. En als we eenmaal hierboven zijn, dan zijn we eindelijk weer in de frisse lucht. Om het zo maar te noemen. Waar de fuck is ook weer mijn huis? M van map. Escape van map. Tab van map. Caps lock van map. Wat was map ook weer? Jezus, ik heb wel echt nu super lag. Oh nee, niet. Ik kan gewoon niet lopen omdat ik geen eten heb. Maar waar de fuck is mijn huis ook weer? Hoe kan je die map openen? Ik zal het zo doen, denk ik. Als ik hier mijn huis kan zien, zou het wel fijn zijn. Zou wel fijn zijn, spel. Bomen, 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 water. Daar is mijn huis. Alright. Dan ga ik even mijn huis in. En dan mogen jullie in de comments zeggen hoe jij de map ook weer kan openen. Dat ben ik... Dankjewel. Dat ben ik een beetje vergeten. Ja, een beetje veel. En ik hoor hier allemaal weer zombies. Ik heb al zo weinig leven zoveel. Naast mijn huis zit wel echt een hele grote cave. Vind ik wel dope. Maar
Ik ga even hier al al mijn spullen wegdoen. En dan hoop ik jullie dat ik... Dan hoop ik jullie dat ik jullie... Ja, precies. Dan hoop ik dat ik jullie in de volgende aflevering weer kan zien. Laat gewoon een groen duimpje achter, zodat ik kan zien dat jullie het leuk vinden. Het is voor jullie een kleine moeite en voor mij een groot plezier. En dan gaan wij eens even opzoeken wat we allemaal kunnen maken. Dat is wel echt superveel. Nou, mensen, ik spreek jullie in de volgende aflevering. Later.